Dit is mijn uitwerking van de LISPAS Student Assignment. De in de GetPass Student functie krijgen we de studenten, de grades en de pass grade mee als argumenten. Uiteindelijk wil ik een pass students list teruggeven. Dus ik maak een lege lijst aan en die geef ik uiteindelijk terug als returnwaarde. Deze moeten we vullen. Dat gaan we doen in een for loop. Maar het moeilijke aan deze opdracht is dat we moeten eerst kijken naar het cijfer. Dus bijvoorbeeld 4,5 is te laag, dus Emma voegen we niet toe. Maar 6,7 is wel hoger dan de passing grade. Dus nu moeten we niet dit cijfer toevoegen, maar de corresponderende naam. En de corresponderende naam staat op dezelfde index als dat de grade staat. Dus dat is de relatie die we moeten gebruiken. Vandaar dat we hier een enumerate gebruiken. Dus we doen hier een for loopje over grades. Maar omdat we hier enumerate schrijven, kunnen we niet alleen de grade hier als waarde krijgen, maar ook de index die bij die grade hoort. Dus op deze manier lopen we door de gradeslist heen. We kijken of de grade die we krijgen groter of gelijk is aan de passgrade. Als dat zo is, dan weten we dus dat we een student moeten toevoegen. En daarvoor gebruiken we dan de index die we hebben gekregen. Dus de index van die grade wordt dan gebruikt om dan de juiste student uit de studentlijst te halen en die toe te voegen aan de pass students list. Dus laten we dit even in de debugger bekijken. Ik zet hier een breakpoint neer en run de debugger. Ja, in het begin is de pass students lijst leeg. We gaan nu loopen over de enumeration van grades. Dus de eerste instantie zien we dus dat grade 4,5 is. Het eerste grade in het lijstje. In de index is 0, want we zijn op het eerste element, of de nulde index in deze lijst. Ja, we zagen dat de grade niet groter of gelijk is aan de passgrade. Dus we deze conditie is vals, daarom springen we meteen weer terug naar het begin van de loop. In de volgende iteratie zien we dus dat de grade 6,7 is en de index 1, want we zijn natuurlijk 1 grade verder gelopen. Nu is deze if statement wel waar, dus nu gaan we in de if statement stappen. En nu weten we dus, ja, we hebben index 1, we moeten dus nu student 1, in dit geval Tess, uit de studentlijst halen. En deze toevoegen aan de pass student list. Ditzelfde doen we voor, dus Tess is toegevoegd. Ditzelfde doen we voor Ronald. Dan proberen we het voor John te doen, maar John heeft een cijfer lager dan 5,5, dus die wordt niet in deze lijst toegevoegd. En als laatste Claudia wel. Als laatste wordt hier dan nog geprint. En dit is natuurlijk precies de lijst die we wilden hebben.